Ja, Sas, ik ben Wendy Nicolidakis van de Griekse Gids. We gaan de omgeving van Centraal Zuid-Kreta verkennen. Gaan jullie mee? Ella, pamme. Ik bevind me nu in Matala. In de jaren 60 was dit het domein van de hippies. In de krijtrotsen gebruikten ze als plaats om te overnachten. Ook nu is Matala nog steeds wereldberoemd om die witte krijtrotsen met de vele gaten erin. Achter mij zie je het strand van Agios Pavlos aan de zuidkust van Kreta.